ik ben me voortdurend bewust van het zwaard van Damocles. Wat het maar zo allemaal om kan gooien en wat het weer zo kan veranderen. Zolang je kan fietsen op een rechtop fiets of op een driewiel lichtfiets, dan is het met je MS'en nog wel te behappen. Alle dingen die voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn, die kunnen er zomaar mee stoppen. Van mijn hoofd moet het afblijven. Dat is van mij. MS is een gekke, ingewikkelde ziekte. Het zit in je hersenen tot aan je rug, in je centrale zenuwstelsel. En dat wordt aangetast door MS. En dat kan maar zo de hele boel verstoren. Dus eigenlijk alle uitval, alle dingen die voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn, die kunnen er zomaar mee stoppen. 8 jaar geleden, toen zag het er allemaal heel anders uit. Toen ging het heel slecht. Toen werd er al heel snel gesproken over rolstoelen. En toen eerst nog zo'n hele gave die je met de hand kon bewegen. Maar als het heel slecht gaat, heb ik ook geen kracht in mijn handen meer. En toen werd er gesproken over een scootmobiel. Nou, dat vond ik toch ook wel heel erg. Dus nu heb ik een elektrische rolstoel. Maar die staat al een tijd stil. Daar heb ik al een tijd niet in gezeten, omdat het nu goed gaat. Je weet niet waar het ophoudt. Je weet niet wat de volgende uitval wordt. En je weet ook niet wanneer en of het weer beter wordt. Fietsen is voor mij zo'n belangrijk ding. En het kan dus altijd, ook als ik moe ben, ik kan altijd fietsen. Ik fiets vooral om blij van te worden. En blij is weer energie. Fietsen geeft energie. Het vraagt heel veel van je hoofd. Het vraagt heel veel om je constant bij te stellen in je dromen en je wensen. En iedere dag is een verrassing eigenlijk. Maar het zit bij mij ook in mijn hersenen. Ik kan me niet meer zo goed concentreren. Ik ben er ook wel bang voor geweest, dat ik, weet ik veel, alsof ik dement ging worden of zo. Hey, hallo. Ik ben Hanneke. Tessa. Kom verder. Ik kom voor een onderzoek. Ja. Ik vind het heel eng, hè? Mag ik dat ook nog even zeggen? Ik vind het niet leuk. Het is natuurlijk een onderzoek. Hè. We hebben dit geld van de Stichting MS Research gekregen om dit uit te voeren. Tessa moet bij deze eerste test onthouden uit hoeveel letters een plaatsnaam bestaat. Alleen als het antwoord correct is, moet Tessa op de spatiebalk drukken. Nou, dit was het einde van de eerste oefening. Je ziet dat je eigenlijk, ondanks dat je er heel bang voor was aan het begin, dat het best wel heel goed is gegaan. Je hebt 96% van de keren goed geantwoord. Je hebt 4 foutjes gemaakt, of 4% fout gedaan. En door dit te oefenen en door elke week een uur hiermee bezig te zijn, proberen we natuurlijk uiteindelijk of we die cognitie weer een beetje beter onder controle kunnen krijgen. Ik zet mij op een fiets en ik ben blij. En dat kan ik. Maar als mijn hoofd steekjes laat vallen, ja, daar is niet. Ja, je kan het dus kennelijk trainen, gelukkig. Dat zou fijn zijn, maar je hoofd moet goed blijven gaan. Ik ben zo ontzettend blij geweest op die reis. Alle foto's die ik van mezelf terugzie, ben ik zo gelukkig. En ik was zo dicht bij de Mont Ventoux. Het was nog 2 dagen fietsen en dan zou ik er zijn. En dan zou ik hem kunnen beklimmen. En dat was gewoon al een droom van vroeger. Ik had nooit verwacht dat ik dat nog zou kunnen. Er was een tijd dat ik helemaal niet meer kon fietsen. En nu was ik zo dichtbij. Nou, toen kwamen mijn ouders langs met de camper en het was gewoon niet meer verstandig om door te gaan. Dus dit is het moment dat ze mijn fiets achterop hebben geladen en dat ik in de auto heb gezwaaid naar de Mont Ventoux omdat ik het niet kon doen. En toen kwam ik thuis en toen heb ik voor mijn verjaardag van vrienden een busticket naar de Mont Ventoux gekregen. Zodat ik toch nog terug zou kunnen, dat het gewoon altijd nog binnen bereik zou zijn. Kijk, Zeffies. Daar is de top. Daar is de top. Een stukje stijgen. Ik ga het halen. Ik ga het gewoon halen. Ik vind het zo gaaf ook om terug te zien. Ik weet het gewoon zo goed. Kijk mij nou hier fietsen, gewoon. Rechtop, alsof het niks is. Nou, en toen kwam ik aan op de Mont Ventoux. Ik draai omhoog en ik zie daar mijn ouders staan. Die zijn gewoon weer 1200 kilometer teruggereden om mij te zien finishen. Nou,
Dat was echt magisch. Ik weet zoveel beter waar de mooie momenten in zitten. Of ik kan ze zoveel beter herkennen en voelen en beleven. Ja, dat is denk ik wel sinds mijn MS. Daarvoor was ik gezond, maar rende ik ook maar door in de malle molen van het leven. En ik besef me nu dat je daar keuzes voor moet maken. Keuzes om de dingen te doen waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt, die je energie geven. Ja, dat heeft mijn leven wel verrijkt op een gekke manier.